De hoofdrolspelers op de eerste rij, Van der Poel en De Klerk. Vervecken en in mindere mate Simonek. En verderop Pontoni en Nijs. Mario De Klerk neemt van de Belgen de beste start. De Klerk zit waakzaam bij Van der Poel en Pontoni. Maar waar zit Nijs? Ver. Te ver om goed te zijn. Nijs kan nooit de indruk wekken nu al klaar te zijn voor een wereldtitel bij de elite. Van der Poel is bijna 40, die is dus wel klaar. Overrijp zelfs. Poepoel was al eens wereldkampioen, werd 5 keer tweede en 1 keer derde. De Klerk, Pontoni en Simonek volgen. Het is gevaarlijk op de glijbaan van Poprad. Bewijs deze Spaanse contradans. En ook Pontoni gaat even slippen, zonder gevolgen. Na 3 ronden is dit de situatie. Pontoni op kop, De Klerk is tweede, Van der Poel derde. Dan volgen Simonek en Vervecken. Nijs is zesde. De topfavoriet zal zesde blijven. Nijs ontgoocheld. Vooraan moet De Klerk de rol lossen. We hebben nog 2 leiders, Daniele Pontoni en Adrie Van der Poel. Maar halfweg koers komt er versterking. Erwin Vervecken rijdt naar het tweetal toe. De diesel is op toerental gekomen. Hij zal meespelen. En dan moet Van der Poel afhaken. Van der Poel valt weg. We hebben nog 2 leiders, Pontoni en Vervecken. En plots ziet het er voor Erwin Vervecken wel heel mooi uit. En Pontoni heeft de Panirapos gemist. Zie ik juist, hij gaat terug. Vervecken is alleen weg nu. En heeft dat gezien? Voilà, Pontoni die moet daar de pitlane in, heeft daar dikke problemen met de mensen van de Italiaanse federatie. Niemand had Vervecken voor dit WK getipt als kanshebber op de zege, maar de man uit Lille is een kampioenschapsrijder, dus staat hier. 26 is Vervecken, hij won dit jaar maar 1 wedstrijd, de Superprestigecross in Overijse. Dit wordt zijn grootste zege. Rondenlang houdt Vervecken Van der Poel af. De Nederlander hangt op een tiental seconden, maar geraakt niet dichter. De Klerk rijdt een paar tientallen meter verder, al in derde positie. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft Vervecken dus gewonnen spel. Alleen pech kan hem van de regenboogtrui houden. Pech of een ploegmaat. Daar is Mario De Klerk, die is Van der Poel voorbij. En gaat De Klerk nu nog naar Vervecken toerijden? Zou je dat durven? Als hij echt ploegmaat is, als hij landgenoot is, dan doet hij dat niet. Maar De Klerk doet het wel en het moet gezegd, De Klerk doet het proper, zonder Van der Poel mee te nemen. Schouder aan schouder gaat het richting laatste balken. De Klerk weet zich de snelste in de spurt, hij zal zijn wereldtitel verlengen. Vervecken, die zich vorig jaar opofferde in dienst van De Klerk, wordt opnieuw tweede. De ontgoocheling is groot, de woede nog groter. Adrie Van der Poel pakt zijn 8e medaille op een WK. Hij is derde. Pontoni is 4e en Friesknecht 5e. De Klerk Vervecken, dezelfde tandem als vorig jaar op 1 en 2. Toen was het feest, nu is het oorlog. Ja, reacties, interviews zijn bij zo'n wedstrijd geen overbodige luxe. Mario De Klerk en Erwin Vervecken doen nu zeg bij Michel Duits. Heb jij ons wel de laatste ronde bezorgd, Mario? Ja, eigenlijk moet eerlijk bekend. Ik wist eigenlijk zelf maar laat dat ik voor de overwinning nog kon rijden. Want op een bepaald moment, 3 ronden van het einde, hoorde ik in de micro dat Pontoni op 5 seconden zat. En naar mijn weten, ik heb Pontoni nooit gezien, ik dacht dat Pontoni voorop reed. Vervecken tweede, Van der Poel derde en ik vierde positie. En dan heb ik zag Van der Poel rijden en dan zag ik Vervecken rijden. Dan dacht ik bij mezelf, ja, ik kan die wedstrijd nog winnen hier. Als je weet wat ik vorig jaar voor hem heb gedaan. Ik heb pas eigenlijk de laatste ronde aangevallen voor die tweede plaats op het moment dat hij een minuut 20 of zoiets voor had. Dus ik vind, ja, ik kan er niet meer lachen. De laatste ronde kwam ik bij Adrie. Ja, en ik weet, een Radrie neem ik mee. Ook al is naar Vervecken, dat is spijtig, maar ik heb dan gereden en Radrie moest dan op een bepaald moment het gat laten. Ik kwam bij Vervecken, dan heb ik gesprint gewoon. Ja, de sporters zijn van Vervecken zijn wel een beetje aan het gokken, maar ja, wat moet je doen? Dan kan het moeilijk het tweede kampioenschap Vervecken geven. Ik zit er ook wel een beetje mee, maar ik ben ongelooflijk tevreden. Zegt Mario De Klerk in het interview met ons, ik wil zelfs het risico lopen om er met Van der Poel naartoe te rijden. Dan is hij nog een grotere klootzak. Als ik eerlijk moet zijn, is Mario een mooiere kampioen dan Erwin.
Ten eerste omdat Mario een echte winnaar is. En Erwin alleen als veldrijder maar piekt op bepaalde wedstrijden. Je hebt ook gezegd, er zijn beloftes gedaan vorig jaar en die heeft hij nooit ingewilligd. Mario heeft mij wel iets gegeven, maar dat is zeker niet in verhouding tot wat ik voor hem gedaan heb. Dus dit is misschien een peilschil van wat hij verdient daar, mogen we toch zeggen, 4, 5 miljoen extra mee. En ik heb daar uiteindelijk nog, ik ga geen bedragen noemen, maar een werkmens moet er een maand voor gaan werken. Dat zit in de beurt. Zou jij, moest je Belg geweest zijn, het gedaan hebben en naartoe gereden? Ja, zonder twijfel. Heb je dan niet gedacht van, daar rijdt iemand die ik eigenlijk nog een wederdienst moet van vorig jaar? Ja, maar wederdienst jongens en wederdienst wereldkampioenschap. Ja, dat doet niemand die. Komt dat ooit nog goed tussen jullie? Nu niet meer, nee. Definitief? Ik denk het al. Je wilt er niet mee praten? toch niet op een serieuze manier. Ik ben wereldkampioen, ik ben enorm gelukkig, maar ik zit er... Ik zit met Erwin een beetje gevrongen eigenlijk. Ik weet niet hoe ik die jongen eigenlijk moet aanspreken nu als ik hem in totaal tegenkom. De premie te delen? Ja, maar dat was al voorhand gezien. Maar ja, toch, die jongen is aan het goochelen. Wij hebben gereden om de overwinning. En, ja, het is nu zo.